Dames en heren, mag ik even uw aandacht? In 1973, tijdens een alternatieve jaarrede, en tussen haakjes, ik zou eigenlijk willen dat die weer zo gauw mogelijk ingevoerd zou worden, is bij de commandowisseling van gevers en tummers de volgende beeldspraak gebruikt. En nu citeer ik. U moet zich voorstellen, de kruiser, de Haaie Majesteit Research, varend over een kalme zee, op weg naar onbekende doelen. En daarachter zwoegt het bevoorradingsschip, de Hare Majesteit Bedrijfsdienst, die de enigszins in mist gehulde kruiser probeert bij te houden. Einde citaat. En onder leiding van onze ouwe heeft de Hare Majesteit Bedrijfsdienst menig onbekend doel voor de neus van de kruiser research weggekaapt. En onder ingewijden wordt deze Hare Majesteit Bedrijfsdienst dan ook wel het fregatschip Hajo G. Meijer genoemd. Enfin, luistert u eens naar een somber uitziende bootsman en een eerste officier die hem afkomt lossen van de wacht. Wel, allerbeste boot, wat sta jij somber op de brug? Je wacht is om, je dienst is weer achter de rug. Jij bent er weer van af en kan nu vrijelijk naar je hut. Gedachte aard bij een mooie vrouw, een oorlam als een goede stut, tegen verveling en de vaak donkere gedachten. Een goed verzet, meen ik, na al dat lange wachten. Ja, chef, dat is goed gezien. Ik heb geen goede zin. Ik kan mijn draai niet vinden, ik heb de pest erin. En als je me vraagt waarom, de baas gaat ons verlaten. Ach, boots. De ouwe heeft een leeftijd. Wees niet zo negatief. Houd toch het hoofd omhoog. Neem zaken wat voor lief. Ik weet nog heel precies hoe jij wel reageerde toen deze ouwe 2 jaar terug naar deze plaats jongleerde. Jij dacht aanvankelijk nog, nu stooft men ons een kool. Wie heeft dat ooit gezien? De ouwe speelt viool. Een ander echt probleem is eerder aan de orde dan de juist genoemde stof waarover het volk morde. Wat schenken we onze ouwe van deze rijke buit? Of zeggen we tegen hem, zoek hier zelf maar wat van uit. Ben je belazerd, vriend? Want weet wat dan gebeurt? Hij nam nooit voor zichzelf, al werd er mee geleurd. Nee. We geven hem een kast met alle oude spullen, die niet meer nodig zijn, en toch maar ruimte vullen. Het einde van het tijdperk is hier nu aangebroken. En dus de karakteristieken dan niet meer aangesproken. Daarom treed aan, o diensten, en geeft u, ouwe heer, de kostbare kleinoden, zijn tijd keert hier nooit weer. En de eerste scheepsdienst die ik op zou willen roepen, dat is de scheepsdienst, de scheepstimmerman. De grootste gaten in het dek op scheepswand heb ik altijd snel en goed gedicht. Ook het maken van een kunsthand beschouwde ik behorend tot mijn plicht. Het reliquie dat ik u overhandig is niet klein, maar daarentegen groot. Eigenlijk niet zo heel verstandig. Het is mijn eigen houten poot. De volgende dienst die ik oproep, dat is onze scheepskok. Mijn taak daaronder in het kombuis had hoofdzakelijk met het glas te maken. Het eten bereiden deed ik daar qua zoals. Met volle glazen kon ik hem immers beter raken. Een goede raad
laat niet de oren hangen, ook al kapt u met dit vrije leven. Om er niet te veel naar te verlangen, zal ik u mijn laatste oorlam geven. Volgende dienst, de vlaggenist. Communiceren zit mij in het bloed. Om de klanten goed te informeren, hees ik de vlag zoals het moet. Aansluitend konden zij hun lesje leren. Mijn mooiste vlag wil ik u geven, ter herinnering aan deze mooie tijd. Het hoofdsymbool van het vrije leven raak ik nu voor altijd kwijt. Onze enteraar. Ik preek samenwerking in projecten om onze vijand aan de haak te slaan. Hoewel sommigen het verrekten, kunnen wij nu en ieder aan. Goddank heb je in je jonge jaren leren denken ter voorbereiding op een grote taak. Ik wil je hierbij mee dank schenken door het geven van deze enterhaak. Het enige wat ons nu nog te doen staat, is het commando te overhandigen aan jouw opvolger. En zoals een zelfstandig opererende bedrijfsdienst betaamt, hebben wij dat ook voor jou geregeld. En wie kunnen dat nou beter voor hun rekening nemen dan de oudste officieren, ofwel de oude hap? De nieuwe ouwe begroeten wij oprecht. Aan onze steun zal u niet ontbreken. Maar door onze ervaring in het gevecht zijn wij niet sensitief voor nieuwe preken. Wij scheiden van onze commandeur. Hajo, 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 hajo. Wel zeker iemand geschakeerd van kleur. Hajo, 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 hajo. Heeft zoals ik dit hier nu zie nog wel voldoende energie te werken aan zijn hobby's thuis. Violenbouw in kluis. Plaats ingenomen heeft. Ik moet u zeggen, dit speelt zich niet meer af in de zeeroversscène, maar het is een volledig ander item. Er heerst namelijk in hoge kringen op dit laboratorium een traditie. En die traditie is dat men bij het vertrek van dit laboratorium het lab iets groeizaams nalaat. Ik hoef hierbij maar naar Casimir en de Haan te verwijzen. Deze lijn zou doorgetrokken kunnen worden. Doch er is echter een kleine complicatie. Hajo, je bent net niet groot genoeg gegroeid.
Het planten van een boom kan daarom niet in aanmerking komen. Maar daar hebben wij het volgende op gevonden. Je zou ook kunnen zaaien. En nu is zaaien gecompliceerder dan planten. Behalve het juiste zaad kiezen, zal men op de goede manier de grond moeten bewerken. En op het juiste ogenblik zaaien. En na een continue verzorging kan men misschien eindelijk oogsten. Niet iedereen heeft gevoel voor deze gang van zaken. Maar wie zou je dat beter uit de doeken kunnen doen dan onze zaadloos expert Hendrik Pieter Tuinman? Ik heb altijd zo'n ontzettende hekel aan bemoeialen van mijn vak. Goedwillende amateurs, noem ik jullie, die geen ert van een boom kunnen onderscheiden. Volkstuintjesdeskundigen en de pest voor de natie, zoals ook Edgar Dijkstra al zei van de Volkscomputer. En dan nemen ze je nog in de maling ook. Door onze functie, bij afscheidsrecepties als deze, conform af te beelden op die van directeuren. En dan zeggen ze, dan hebben ze in het tuin van het Nat Lab, hebben ze gewiet, ze hebben gesproeid en ze hebben geoogst. Ja, wind gezaaid en storm geoogst. Nee, anders zie je ze ook nooit bij jongens als Van Cor de Haas en consorten. Weet je wel wat wij allemaal moeten kennen op ons middenstandsdiploma als wij examen moeten doen om behoorlijk tuinman te kunnen zijn? Wij moeten alle plantjes kennen met de Latijnse namen erbij. De directie die kent hier amper Latijn. Het is wel onverstaanbaar gebrabbel, maar Latijn is het niet. Kom, dacht ik, ik moest hier zelf maar eens heen gaan. En eens gaan bij het afscheid van Hajo Meijer. Het zelf eens goed gaan zeggen, dan blijf je het amateurisme voor. En het is nog leerzaam ook. Kijk, ik deel de mensen altijd in als bij de planten. Daar gebruik ik het systeem van Linnaeus voor. Dat is duidelijk en ordelijk. En daar heb ik geen adabas voor nodig als bij de ISA. Neem nou Cor van der Stolpen. Groeit als alleenstaande plant. Tamelijk hoog. Een ruig blad. Indrukwekkend. Een onaanzienlijke bloem. Voor mij is dat een Heracleum mantegassianum. Voor jullie de berenklauw. Nou, dat is dan makkelijk, denk je, hè? Dat kan ik ook, ja. Nee, nou, Kees Teer. Die is wel wat moeilijker. Dat is voor mij de krokus. Is niet te groot. Rechte blaadjes. Dun steeltje. Geen vertakte nerven. En als je dan denkt dat je hem kent en hij is uitgebloeid, dan vergis je je. Want het volgend jaar, hij heeft zich namelijk voortgeplant met bolletjes, dan staat je hele tuin vol met volmaakt identieke exemplaren. En neem Hans Riedijk bijvoorbeeld. Dat is voor mij de Hisa Magia Numeralia. Niet voor jullie het penningskruid, sorry. Niet alleen vanwege zijn lidmaatschap van de budgetcommissie, nee. Hij groeit op zompige, zware grond en laat zich o zo graag bestuiven.
en Richard Bleekrode. Dat is voor mij een vogeltje op de kruk. Dat komt niet zo over, denk ik, maar dat geef ik jullie als huiswerk mee. Tezamen met nog enige anderen. En dan mogen jullie zelf kiezen. Niet kiezen, nee, dat moet je dan zelf determineren. Is Jan Scheer nu een ridderspoor of een dovennetel? En is Koos Veerman nu een herfstijloos of een schildpadbloem? En is Corloos, dat venijnige ventje, is dat nu een stinkende gouwe of een judaspenning? En is Kees van Es nu een profetenbloem of een oudemanscactus? En is Wim Jozen nu een huislook of een calcularia semper vivens? Dat is dom gelach, want dat is niet eens een bloem. Stel ik je even op de proef. En is Udo Bierman nu de Adonis Estivalis? Dat zal ik niet vertalen, want dat Adonis vind ik zo goed bij hem passen. Of de Juniperus, dat is die jeneverbes. Nou, dit is nou huiswerk en dat mogen jullie aan je nieuwe baas, mag je dat inleveren. We staan hier niet voor al deze andere mensen, we staan hier eigenlijk voor Hajo. En ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat Hajo is zelfs voor de vakman. Een ontzettend moeilijk te determineren object. Daar moeten jullie dus helemaal niet aan beginnen. Kijk, maar ik heb ernstig getwijfeld aan, is dat nou de Pulsatilla vulgaris, oftewel het wildemanskruid, of is hij de Polygonatis multiflorum, oftewel het Salomonzegel? Is hij misschien de Impatiens balsamin, oftewel het vlijtig liesje? Of is hij misschien de Mimosa prudica? Oftewel, het kruidje roer me niet. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan en dan kon je ook nog het warkruid tegen. Dit is niet de manier om Hajo te determineren. We moeten dat nu van de andere kant benaderen en zeggen eerst wat hij niet is. Nou, in de eerste plaats, hij heeft geen penwortel. En dat wil zeggen, dat weten we uit het feit dat hij nog op hoge leeftijd is overgeplant. En dat gaat met penwortelplanten absoluut niet. Hij is ook geen composiet. Een composiet, dat is allemaal bloemetjes op een groot bed. Wat hij wel is, hij is tweezijdig symmetrisch, heeft een grote bek. Groeit niet hoog, en maar wel tot op hoge leeftijd door. Derhalve behoort hij tot de familie der labiaten. Dat hebben we dus nu, oftewel de lipbloemer. Welke is dat dan? Hij heeft een wat gedrongen groei. Is uitstoelend, niet kruipend, meer dribbelend. Voor mij is het de leeuwenbek. De os leonis. Zo heeft hij zich aan mij kenbaar gemaakt. Bij zo'n afscheid hoort ook een cadeau. En nu heb ik voor jou meegenomen, Hajo, alle zaden van de bloemen en planten die ik zojuist genoemd heb. Derhalve kun jij nu met bakken om jou heen zetten. Al die jongens die ik zal er nog een paar eventjes opnoemen. Hè, de berenklauw en de krokus en het penningskruid. En het vogeltje op de kruk, Richard. Hè? En als je dat dan allemaal om je heen hebt, dan moet je wel helemaal thuis voelen als op het lab. Voor één ding wil ik je wel waarschuwen. Pas op voor de oude manscactus. Want die kan nog lelijk prikken. Nou moet ik op de tweede plaats nog even zeggen dat ik jou dit soort werk ook niet helemaal toevertrouw. Als je dan daarna met een mislukte oog zit, dan zou het nog uitstekend kunnen zijn dat jij daar de reden voor wil weten. En dan kan het aan de temperatuur of aan de vochtigheid of aan de luchtdruk gelegen hebben. En wie weet dat je als theoretisch fysicus zo'n instrument nog net kan aflezen. En dat hebben we hier voor jou meegebracht.
De mensen die eventueel nog meer verwachten, moet ik teleurstellen, want dit was het einde. Dank u wel. Mag ik nog even uw aandacht? Ik heb net wel gezegd dat dit het einde was, maar gezien de actuele ontwikkelingen wil ik het volgende nog even zeggen. De vitrine waarover in het begin van dit programma gesproken is, die is alsnog gearriveerd. En het lijkt mij heel toepasselijk dat Richard Bleekrode deze vitrine alsnog aan gaat bieden. En daarna krijgt onze ouwe de laatste kans om nog eens iets tegen ons te zeggen. Ik dank u wel. Dank u wel, ceremoniemeester. Het is heel erg prettig om na de tuinman zo'n verhaaltje te mogen houden. Maar niet makkelijk, maar wel leuk. Er was nog een kleinigheidje. Dat kleinigheidje was weggeraakt in alle gebeurtenissen van gisteren en vandaag. Maar dat is gevonden. Ik zou het wel leuk vinden als het tevoorschijn kwam. Want dan kunnen we het Hajo aanbieden. Hajo, dit is een geschenk van de diensten, van alle diensten die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Ze hebben hun, er is moeite aan besteed om het op tijd klaar te krijgen, om het mooi voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt. Het hangt samen met je hobby. Het is ook een wens van je geweest. En ik moet zeggen, nog niet namens de ouwe, want dat kan hij zelf wel. Maar wat mij betreft, ik vond het fantastisch. Deze bijeenkomst,
op donderdagmiddag die ik gewoonlijk hier bij de boerderij Trimmen doorbrengt. Dit is een geestelijk trimmen waarbij ik me afvraag wat het vogeltje nou precies betekent. Maar ik vond het fantastisch. Ik heb een fijne dag gehad. Ik hoop dat Hajo hier ook erg naar zijn zin heeft gehad. Hier is de kast. Jullie kunnen naar kijken. Zeg nog eens voor de microfoon. Hajo, alsjeblieft. Lieve vrienden, de een na laatste spreker, Piet Admiraal, die heeft met een onwaarschijnlijke intuïtie alles precies op de spijker op de kop getroffen in alles. Want ik kan jullie verzekeren dat er niets is in het leven wat ik zo haat als tuinwerk. Dat komt door belevenissen in mijn heel vroege leven, waar ik met de schop in aarde moest woelen. En daardoor heb ik voor eeuwig de pest aan tuinwerk en ben precies bewust op een flat gaan wonen om dat nooit meer te hoeven doen. Daarentegen heb ik voor twee dingen, zoals jullie weten, enorme liefde. Dat is A, voor drie dingen heb ik bijzondere liefde. Dat is A, het ambacht, dat weten jullie. Ik vind dat weten jullie ook wel, en dat zal ik nog wel eens herhalen tijdens de vele speeches die ik nog moet houden bij afscheiden. Maar jullie verdienen dat in het bijzonder te horen. De output van dit lab, wat een van de, misschien het allermooiste lab is van de wereld, die wordt op dit moment vaak meer begrensd door wat we nog net kunnen maken, dan door wat we nog net kunnen bedenken. En heel veel van jullie, die zitten juist aan die kant van het maken. En hou dat zo. Want dat bepaalt of we de slag tegen de Japanners blijven winnen. Dat is punt 1. De andere deel van de jongens die hier zitten en de meisjes, dat betreft de mechanica. En jullie weten ook dat ik vind dat de mechanica, dat is de moeder en vader van alle wetenschap. En daar is het allemaal mee begonnen. En daar is alles wat wetenschappelijk is. En zoals ik net gisteren op mijn laatste dienstreis tegen mijn chemische collega zei, Van der Stolpen, daar is ook de wetenschappelijkheid van de chemie mee begonnen. Want de vader en moeder van alle magie is de chemie. Die hadden ook wij, de makers en de mechanici, hadden we nodig, omdat die het materiaal moesten verzorgen wat wij kregen om iets mee te doen. En dat ging magisch, dat was met vuur en met processen die je niet kon doorschouwen. Maar de chemie werd pas wetenschappelijk toen de mechanistische modellen kwamen van balletjes, wat atomen waren die met elkaar iets deden. Dus ook dat is zo. Maar het derde waar ik van hou, dat heeft Piet dan met een onvoorstelbare intuïtie, heeft hij dat weer geraden. Enerzijds het ergste waar ik de pest aan had, zoals het tuinwerk. Maar waar ik erg van hou is zaaien. Want ik heb vandaag gemerkt, wat je zaait, dat oogst je. Want wat ik gezaaid heb, was enerzijds interesse in het werk en met name interesse in de mensen. Ik denk, en ik hoop allemaal jullie die mensen hebben die met jullie werken, dat jullie dat dan als laatste les meenemen. Met creatieve mensen werken betekent vanuit de mensen te managen. Niet vanuit een organisatie. Organisatie is papier, is een schema en creatieve mensen zijn mensen. En je moet altijd het schema, er moet enig schematiek zijn, moet je aanpassen aan de mensen. Dat heb ik altijd geprobeerd en dat is wat ik noem een warme managementstijl. Een managementstijl die van de mensen uitgaat. Wat ik vandaag gemerkt heb in de rondgang door de hoofdgroep, was nou dat ik dat wat ik gezaaid had terugkreeg, namelijk gewoon warmte. En dat heb ik geweldig gevonden. Ik heb eigenlijk, godzijdank, niets nieuws gezien, want ik kwam zo vaak bij jullie dat ik al jullie nieuwe dingen wist. Maar ik heb gemerkt dat ik een van jullie was, dat jullie me als een van jullie beschouwden. En dat was het beste wat jullie me aan konden doen. En daarvoor wil ik jullie van harte bedanken. En ik wens jullie verder nog een heel fijn
leven hier op het lab en heel veel succes toe. En heel erg bedankt voor dit feest. Dames en heren, ik wil toch nog een keertje uw aandacht hebben. Ik hoor net, ik lijk wel een journalist die altijd tegen nieuwtjes oploopt, maar ik hoor net dat deze boerenkapel, die zo goed de muzikale begeleiding van dit evenement verzorgd heeft, dat die precies vandaag 30 jaar bestaat. En een applausje daarvoor.
voor de mensen die eventueel trek in koffie hebben, aan mijn linkerzijde is koffie te verkrijgen. Dank u wel.